Ja jongens, er zijn weer een nieuwe video van DW Fishing Team. Ik ben op het nieuwe water in mijn eentje en voor mijn werk. Een stukje op met de trooi, dus vandaar dat hij er zo bij staat. Dus is al een beetje uitgepakt en dit is het watertje. Hij ziet er prachtig uit, er schijnen een paar mooie vis op te zitten. Dus ik ben gewoon benieuwd. Ik neem jullie mee met de tips wat ik ga doen. Ik heb een aantal dressuur doorbrekende tactieken bedacht. En ja, hoop ik dat het vis op gaat leveren. Ik heb denk ik 6 keer achter elkaar gebrengd de laatste tijd. Dus ik ben wel toe aan de vis. Dan kies ik meteen een moeilijk water uit. Maar wie nu wacht, ik blijf maagd. Dus we gaan ervoor. Fingers crossed. Ja, jullie zien het autootje uit aan het halen. Het oortje in het halen. Gaan we knallen. Oh, 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 wat een ellende. Ik zal meteen maar de truc van de dag vertellen. Ik heb XXL tijgernoot gekookt thuis. En in een emmer gedaan. Die schijnt een beetje te lekken. Je ziet het hier in mijn trolley. Het is zelfs in mijn schippers gelopen. Tijgernoten zijn. Genieten. En ook heel mijn auto ligt onder. Echt jongen, er komt een geur vanaf. Niet best. Ik ga mijn werk meteen door om te vissen. En ik hoop dat die geur er ooit naar uit gaat. Want dat is echt... Ah, niet best. Nou jullie zeggen eten. Heb ik niet. Nee, nee. Ik heb eens wat anders jongens. Burgerkaas. Dat is wat anders dan cheddar cheese. Ik ben heel benieuwd. We gaan het gewoon proberen. Kijk eens. Twee burgers op het vuur liggen. Eerst even eten, want ik val wat om. Veel te weinig gegeten vandaag. En dan gaan we die Engels wat doen. Toch tijd zat. Ondertussen aardig gezelschap gekregen. Van mijn maten. Eentje ligt gewoon onder mijn pieper. Ja, ik denk dat hij al zo wel schrikt. En anders dan blijft hij acteren. Hier nog meer. Gezellig hoor. Nou, ik heb een mooie nieuwe tas. Een rugzak van Rich Monkey. Die hoef ik hem nou een keer al te laten zien. Hij heeft echt bizar veel vakken. Mega chill. En kan je hem op je rug doen. Dat is altijd chill hè? Als je al een zware trooi hebt. Dan bewas je die niet extra. Ik heb ook zo'n tasje bij. Dat is echt ideaal hoor. Ik heb hier allemaal pop-ups in zitten. In mijn huid. En dan mijn favoriet. Dat is deze. De banana. Toetonen noem ik ze zelf, ik weet niet of dat zo heet. Maar wit met geel. Dat zijn toevallig mijn twee favoriete kleuren. Voor je heel veel vis opgevangen, heel veel spierel zelfs. Dus ik ga daar één hengel mee vissen met de Ronnierig. En dan gaan we knallen. Ik heb er zin in. Maar ik heb hier gezegd dat ik dressuur doorbrekend ga vissen. Check dit eens even. XXL Jumbo tijgernoten van tijgernotenkoop.nl. Uiteraard. Ze zijn nog niet heel erg aan het zijn. Een klein beetje zoals je ziet. En dat zijn dat zit dus lekker in mijn auto. Maar goed, ik heb ze dus gisteren, eergisteren heb ze gekookt. Ze staan al een dagje in de, ja, in de emmer, zeg maar. En zo te zien, de mieren die vindt het ook lekker. Dus die zijn er ook bij gekomen. Maar ja, het mooie van zo'n emmer als dit, kan je gewoon 2-3 weken mee doen voordat ze echt pas gaan schimmeren. Dus elke dag wordt het schijn meer. Maar nu komt er echt wel een bizarre geur vanaf. Gewoon lekker het voerbootje vullen. Twee van die grote jongens aan de her. En ja, joh, dat zijn ze hier niet gewend, dus dat gaat helemaal los. Het is warm, het is juni. Je moet wel altijd opletten met de watertemperatuur bij het gebruik van tijgernoten. Als je dat nog niet wist. Pas van een vergaat of ja, eigenlijk zou ik zeggen na de paai zou ik ze pas gebruiken. Daarvoor kan er nog risicovol zijn. En dan zijn ze misschien nog niet verteerd in de maag van de karper. Dus, tip van de dag. Wat ik eerst ga doen jongens, ik heb mijn onderdeel van mijn roodtraf gehad. Ga ik eerst even met de hengel de kantjes even uitvoeren. Kijken wat voor harde bodem het is. Ik ga even een keertje ingooien en... Kijken of je hem dan hard uit de bubbeljager moet trekken of dat hij gewoon loskomt. Dat is allemaal afhankelijk van of ik met zo'n rood ga vissen. Een wartelrood, wat voor gewicht. Dus een beetje bodemkennis. Bij de eerste keer op een nieuw water, dat ken geen kwaad. Het mooiste om met een dieptemeter rond te varen. Of met een bootje, maar die heb ik nu niet bij me. Dus de eerste nachtje maar op de gok doen. En mocht ik brengen, dan kan het altijd nog. Dus we gaan het gewoon proberen. Nou, als je dat bodemverloop, bodemverkennen doet, dan kom je als achter dingen waar je niet blij mee wordt. En dat is dit. Een wier. Dat vind ik helemaal niks. Maar goed, ja, niks mee te doen. Ik ga dan lekker met één Ronnierig, die staat sowieso boven. Het is wel een beetje bodemwier, heb ik gemerkt. En die andere ga ik dan met een wortelrood systeem vissen. Met ja, een tijgernootje. Hopen dat hij niet te ver erin wegzakt. Anders doe ik volgende keer een pop-up tijgernootje erbij. En ik ben nog ergens achter gekomen. Dat staat hier zo. Kijk, mosselen. Gewoon in de kantjes. Dus veel natuurlijk aas. Maakt het natuurlijk ook wel lastiger. Maar hetgeen wat ik met de tijgernoot ga vissen, dat is ook natuurlijk aas. Alhoewel, het is een beetje vergelijkbaar met mosselen. Boekwijd. Dus kant-en-klare pot van tijgernootkoop.nl. Ga
ga ik dan met de tijgers en een beetje gekruste tijgers in het voerbootje leggen. En dan, ja, dat moet helemaal goed komen. Die vis, als die helemaal dat dorp, dan wil je ze niet anders meer. Dus, moet je eens kijken, jongens. Oké, schep je tijgernoten. Tada. Die sap eraf. Die beesten die gaan helemaal hard erop. Nou, die zijn wel goed gekeurd. Kijk, ze smukken. Ja, dat zijn jullie niet gewend, hè, jongens, die jumbo's. Krijg je niet van andere vissers. Dat is de montage. Twee grote tijgernoten dus op de her. Kijk, met je poetie voor de betere inhaking. Apex haakje vis ik mee. Nummer 6 in plaats van nummer 4. Ik vis vaak nummer 4 met boeien en dan nummer 6 met tijgernoten. Dus daar zitten 10 van in het pakje. Mooie verpakkingen, lekker stevig. En we gaan hem ingooien. Zo, jongens, ik heb het roodje in het bakje gedaan. Achter het cappy hangen. We hebben het wel eens uitgerecht. Maar dan kan je niet je lijn uittrekken. Super handig. Haakje achterin. Ik heb hem nog heel even ondergedompeld in de tijgernoten sap schuim. Voordat ik hem in het bakje deed. Zodat die geurstof extra nog erin trekken. Gaan we dan doen. Boeklet. Ik hoop dat hij niet veel witvis zit. Ik heb eigenlijk geen haren gehoord. Maar het zal wel. Ja, dan een beetje oppassen met boeklet. Niet te veel erin. Oh, het zit ook helemaal onder de tijgernoot te zijn. Lekker. Klein schepje, grote tijgers. Ga ik straks nog vanaf de kant een beetje bijvoeren. En dan gaan we nog wat tijgers crushen. Voor de crushen hoor. Bah, dat is wel stugge dingen om te crushen. Maar... Hengeltje 1, ik kom eigenlijk sap weg. Nou, ook altijd van het dressuurwater. Toch een afstandje, dus een topbeeldje erop. Dan heb je minder kans natuurlijk dat de vis afschrikt. Vaak wel iets later run, maar als die gaat, dan hoor je het wel. Twee gaan we ook uitvaren en daar heb ik wat anders mee gedaan. Best wel weinig in de voerboot. Want dit voerbakje is niet zo diep. Gekruste boeien, gekruste tijgers, pellets. Twee soorten elkaar. De, hoe heet dit weer? De Red Garlic en de Roodworm. En boekwijd. En dan ga ik hier met wat pop-upie. Zo mooi bovenvis. Ja, dat is echt een toppetje. En ander stekkie, andere diepte. Dus we gaan eens even kijken. Nou, misschien heb je het al op Instagram voorbij zien komen. Maar ik ben echt de Sjaak. Dit zijn mijn modus, Shimano Speedcaster 14.000 XTB. Nou, daarvan doe ik altijd als ik hem uitvaar, de top in het water en draai ik mijn spoel open. Toen is dus pas mijn spoeldop in het water gevallen. Dus, nou, ik een uur zoeken, dag daarna ook met waterpak aan, maar niks meer gevonden. Nou, nu probeer ik dus een nieuwe spoeldop te bestellen, maar ze worden niet meer gemaakt. Geen winkel heeft ze meer op voorraad, dus ik kan eigenlijk zo goed als één mode weggooien. Dus heb jij nou zo'n mode over? Tegen een mooi prijsje of een kapotte waar je niet veel mee hebt, dan zou ik graag je spoeldop willen overnemen. Neem contact met me op in de reacties op Insta, Facebook of zo, wat je wil. En ja, het zijn deze jongens. Ik zou echt enorm geholpen worden. Dus laat het weten. Nou, kijk, dit bedoel ik dus. Mode 1 is gemooi. Mode 2 is dat oude ding. Die ik ja, echt sinds mijn 13 of zo al gebruik. Kijk, een beetje op Daniel Tiedink zo. Dat wil ik niet. Ik wil er niet op bereiken. Nee joh, ik hou gewoon van een mooi setje, dus als jullie wat weten, laat het me weten. Inmiddels gezegd hengeltje 2. Die ene trouwens, dat zijn echt mooie beesten. Elke keer als mijn voerboot weggaat, dan zwemmen ze er volgens achteraan. Ze kunnen het ook niet bijhouden. Ze zijn natuurlijk van die tijgernoot, hebben ze gesmikkeld. En ja, nou rusten ze die al. Zo, bizar jongens, ik was even aan het observeren. Kort stukje open. Al redelijk dicht bij mijn hengels, want moet je niet te ver vanaf blijven. Zie ik opeens een hele groep karpers aan de oppervlakte, joh. Dus even kijken of ik het op film kan krijgen. Ja, ik weet niet of je het ziet, maar daarachter ligt echt een stuk of 6. Geen hele dikke, maar wel mooi dat vis hier ligt.
misschien ook één engeltje omwissel in dit kommetje. En daar zie je zo een beetje. Hier zo. Ik zal ze even inzoomen op de computer, dan zie je het beter. Het is een bewolkte dag, een lekker avondzonnetje. Richt is aan het knopen en nu gaan we lekker bakken. Het is fantastisch. Ja, jongens, ik denk ik zet even mijn pot ergens anders neer. Zat die dop er niet op? Lekker dan. Morgen allemaal eenden en beesten voor mijn tent. Hier staat mijn stretchje. Lekker. Ja, jongens, het is genieten. Je mag hier in deze regio niet met een normale tent vissen. Dus broer, je wordt weer gepakt. Ik was al vergeten dat hij zo naar de koot is. Hoort wel met opzetten. Zo jongens, inmiddels is het avond. Tentje ligt er lekker bij. Hitchmonkey ramp, altijd handig. En een hoofdlampje natuurlijk. Maar ja, zoals ik zei, broei. Mag niet anders. Maar het was een gezellig avondje. Ik heb, ik zal dit even afdoen. Een paar vissen langs gekomen deze avond. Dat was gezellig. Eén vis is in springen. Verder geen actie meer. Maar ik ben benieuwd naar de nacht. Het schijnt wel een beetje lastig geworden te zijn hier. En ja, we gaan het wel zien joh. Ik ben benieuwd. Morgen staat 5:30 de wekker weer. Dan gaan we weer werken. Het is strijden. Het zijn korte nachtjes zo. 6,5 uur tot nu toe. En dat is aan één stuk door schapen. Nou, dat gebeurt vaak niet. Ik hoor al kikkers in mijn achtergrond. Dus, maar goed, we gaan genieten. Wat rusten. En eerst volgende shot is bij actie van de vis. Yo. Even na 6 banks. 12:30. Eindelijk weer vis. Hele rustige drill. En kijk eens. Spiegel. En een dikke hoor. Yes, yes, yes. Heel blij mee. Zeker een goede vis. Van wel denk ik 13, 14 kilo. Dus we gaan eens even wegen. Ik ben hier echt blij mee. Hoppa jongens. Heel rustige drill. Die vis die liet zich niet gek maken. Een paar korte sprintjes voor de top. Viel eigenlijk wel mee. Dus we gaan eens even stieren alles klaarmaken. En dan gaan we laten zien. Deze gewoon op het gewicht eraf gehad. Heel benieuwd. Nou joh, 13,8. Lekker. Net geen 30, hè? Wel super blij mee. Jongens, kijk dit eens even. Eerste vis van de nieuw water. Ik heb de dressuur doorbreken tijgenoten van tijgenotenkoper aangedaan. Nou, ik heb hier alles laten zien. Hoe het rechtje in elkaar zat. En het is 12:30 s'nachts. Het schijnt een nachtwater te zijn. Maar zo vroeg in de nacht had ik ook niet verwacht. En kijk eens hier. 13,8 kilo. Yes, kijk eens even. Ja jongens, vis is terug, hengeltje uitgevaren. Ik heb ook nog met een scheppie van de kant even een beetje bijgevoerd, verspreid eromheen. Dus nou, ligt weer een mooi plekje. Voorbeeldje net zo vol als eerst, dus niet gefilmd. Maar ja, ik ben benieuwd, het is natuurlijk nog vroeg of er nog een vis gaat komen. Dit nacht, rust wordt wel steeds korter. Dat is wel een dingetje aan het worden, maar morgen een bijgevoel. Kunnen we lekker naar werk toe. Met een voldaan gevoel, met een mooie vis op zak. We zijn er blij mee. En wel trusten en tot ze. Dit is bizar. Deze vis is nog dikker. Het is denk ik 1,5 uur later na de eerste vis. En de andere hengel gaat af. Op de pop-up. Ja, het is gewoon weer dik. Het is bizar joh. Ik weet niet wat er gebeurt. Nou, de eerste staat nog steeds goed. Zonder het gewicht van de schring erop. Yes. Ja hoor, 14 punt, even kijken. Oei joh, bijna 15 kilo, holy shit. Oké, even goed kijken, even kijken. Ah. 14,6, lekker. Wat een beestje, kijk eens even jongens, wat een beestje. Even kijken. Kijk eens even, genieten joh. Voerbeetje is niet zo vol gedaan. Het geel wordt bananenpoppepie tijgen te kopen. En ja joh, het is half voor maal spiegelnacht. We kunnen ons motto een beetje aanpassen. Wat een vis joh. Andere kant de nacht weer terug.
Mooie schub op start. Ah, jongens. Morgen lekker werken. Uit het vissen door. Ik zal lekker een visting. Maar goed, ik neem het voor lief. Prachtig vis. En dan weer terug. Bedankt, vriend. Verkeerde kant. Yes. Wat een vis, jongens. Ben er blij mee. Yes. Hier. Het is echt alweer bijna uit. Dus de twee vissen ook amper geschapen. Dus er wordt helemaal niks meer vanmorgen. Maar ik heb dus de hengel uitgevaren. Ik dacht, ja, gaan het toch nog een keer doen. Ondanks dat het nog een kleine krap 5 kwartier is. Anderhalf uur. Maar heb ik dus de voerboot gedropt. En heb ik hem het hoekje omgevaren. En ik heb echt geen idee waar hij nu is. Dus moet ik helemaal naar naartoe lopen. Hoop ik dat hij niet in het riet vast zit. Anders moet ik het water nog in. Maar ik heb nog wat dingen geprobeerd. Maar hij reageert niet. Dus gaan we eens even kijken. Dus ik kan hem wel voorbij hebben nu. Het allemaal weer tijd kosten. Hé jongens, de wekker gaat af. Jongens, de wekker gaat af. Maar mijn hengel gaat ook af. Oh shit. Ton half is. Ik ga die nooit op tijd afkrijgen. Oké. Okay. Een kromme top in de morgen is een dag zonder zorgen. Lekker jongens. Het is echt bizar. Derde vis. Derde spiegel. Ongelooflijk. Tijd opruimen. Ik moet haasten. Anders ga ik zeker niet op tijd komen. Denk ik nu al niet. Maar snel een filmpje, fotootje en weer terug. Ja hoor. Precies 13 keer. Holy shit, wat een sessie. Zo, ik sprong even vis uit de haat. En daar is de derde spiegel. Derde vis van de sessie. 13 keer. Ja, ongelooflijk. Ik weet niet meer wat er gebeurt. Perfecte tijd, perfecte rugdruk. Het was 1000. Even kijken hoor. 1018, hij ging naar 1013. Zo is het dalend en in de goede range. Enige vissen. Omdat het toch wel wat dressuur zit, veel gevist wordt. Ja, ze zitten gewoon allemaal mee vandaag. Drie vissen boven de 13 kilo. 13, 13, 6. Nee, 13, 13, 8 en 14, 6. Ja, vet. Fotootje en dan mag ik terug. Nou. Thanks, vriend. Wel een sessie. Lekker. Je ziet daar de camera timer afstand bedienen. Gaat steeds beter. Foto's ermee maken. En dit is genieten. Lekker hele natte sinks. Net en mat. In een auto. In de zon staan de hele dag. En dan moet ik s'avonds maar op gaan hangen. Maar oh, die auto, die geur, die gaat er nooit meer vanuit. Lekker. Zo jongens, goedemorgen. Nu kan ik het eindelijk zeggen. Een hele goede morgen zelfs. Echt, terwijl mijn wekker gaat, gaat de andere vis. 13 kilo nog. Minimaal 3 vissen boven de 13 kilo. Spiegels. Het is echt dat ik dat in Nederland meemaak, had ik nooit durven denken. Maar het is een beetje een slagveld. Ik moet echt snel gaan opruimen. Ik ben eigenlijk al een kwartier te laat, of een half uur te laat zelfs, door die vis nog. Dus ik hoop dat de baas het goed vindt. Ik zal het uitleggen. Alles opruimen. En dan, ja joh, dan gaan we weer er vandoor. Wat een mooie nachtje. Lekker zeg. Zo jongens, 6:30. Officieel een half uur te laat. Ik had 6 uur weg moeten zijn. Maar goed, het is een goed doel. Ik denk echt mijn beste sessie ooit in Nederland geweest. Nooit zo goed gevangen. 3 vissen boven 13 kilo. Jammer dat er net geen net voorbij zat, maar mag de pret niet drukken. Super blij mee. Ik ga sowieso nog een paar keer vis. Een paar keer en dan een keer een video rijm maken. Dus heb je net zo van genoten als mij? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Laat zeker ook even weten wat je in de reactie wat je ervan vond. Tips, aanmerkingen is altijd ook goed. En ja, mocht je nou ons een beetje willen sponsoren, een beetje steunen, kijk even op onze webshop. Koop lekker een petje, een hoodie of een pulletje. En dan weet je ook waar we het voor doen. Nou, fijne avond nog verder. En tot volgende week. Later.